Mijn naam is Bert Beekaert. Ik ben als ingenieur werkzaam voor Perfaxis. Wij zijn een producent van hollewanden. En daarnaast hebben we eigenlijk een nieuwe innovatieve techniek ontwikkeld, zijn de Uniwalls. Dus waarbij dat we een prefab-element hebben ontwikkeld die geplaatst wordt tegen een rondkeringstechniek. In dit voorbeeld zijn de C-kanspalenwanden. Kan ook toegepast worden bij Solmix Berlinerwanden bijvoorbeeld. Voor ons was het belangrijk omdat deze techniek voornamelijk en hoofdzakelijk eigenlijk toegepast wordt in keldertoepassingen, om naar een optimalisering van waterdichtheid te kunnen gaan. Daarom moesten we eigenlijk een inkijk kunnen krijgen in het beton die we achter onze kelderwand betoneren. En daarvoor hebben we samenwerkingen gegaan met jullie. Dit is eigenlijk de meettechniek waarbij we de lijnsensoren mee instorten in het kernbeton. Dat heeft ons inzicht gegeven in de beheersing van de vrije krimp, de verhinderde krimp, optimalisering van betonsamenstellingen en dergelijke daarnaartoe. Opmaak van faseringsplannen, maximum te storten, lengtes en stortfases. En op die manier kunnen wij eigenlijk met die bekomen resultaten onze aannemers te volle gaan adviseren om een optimalisering van waterdichtheid te verkrijgen. Ik ben Petra van Itterbeek, ingenieur bij het WTCB. Na het krijgen van de vraag van Bert zijn wij op zoek gegaan naar een ideale meettechniek om zijn probleem eigenlijk te gaan opmeten. Door het opmeten met de optische vezels kunnen we het gedrag van de hele wand gaan bestuderen, de vervorming over de volledige kabel eigenlijk gaan evalueren. Daardoor heeft Perfaxis al een aantal aanpassingen aan het systeem kunnen aanbrengen met de kennis die we nu al opgedaan hebben. En Perfaxis gaat ook nog verder met verdere campagnes, eigenlijk verdere aanpassingen kunnen doen, adviezen kunnen verlenen naar lengtes van stortmoten, wapeningsdetaillering enzovoort.